Grafische vormgeving. Wat is massamedia? Dat er heel veel en heel snel media wordt verstuurd en verspreid en in hele grote massa's. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld gedrukte media, kranten, flyers, posters. Ja, daar heb je natuurlijk ook gewoon via televisie of radio. Ja, je hebt ook interactieve media. Dat is eigenlijk, moet je eigenlijk denken aan sociale media of het internet. Als er dan iets gebeurt. Als er dan wordt dat natuurlijk echt heel snel en heel makkelijk verspreid. Maar ook gewoon überhaupt nieuwsites. En dat wordt dan ook echt binnen no time naar heel Nederland verspreid die eigenlijk de app op zijn telefoon heeft, zeg maar. Wat is een huisstijl? De huisstijl is gewoon wat je zeg maar aanhoudt voor je bedrijf. Dus het logo, de kleuren die je gebruikt, lettertypes. Dat soort dingen. Een huisstijl zijn alle kleuren, lettertypes en eigenlijk alles waar je een bedrijf van zou moeten herkennen. Denk maar aan Nike, Coca-Cola, Quatrel. Je hebt niet echt een merk aan, maar... In de reclame zie je dus ook een bepaalde huisstijl terugkomen waaraan je merkt, dat is de McDonald's. Wat weet je van kleurmodus? Nou ja, de kleurmodus bepaalt hoe het opgebouwd wordt in de kleur. Je hebt eigenlijk twee soorten kleurmodus. Eentje voor bijvoorbeeld op beeld, maar je hebt er ook één voor die als je iets wil uitprinten. Ik heb bijvoorbeeld de RGB, de rood, groen, blauw. Die gebruik je meestal op de computer, dus voor digitale dingen. Je kunt het ook voor video's, digitale boeken, foto's. En dan heb je CMYK. Cyan, magenta en dan de Y staat voor yellow, dus geel. En dan de K die staat voor key, maar dat verwijst door naar zwart. En die gebruik je dus vooral voor drukwerk. Dus denk dan bijvoorbeeld aan schoolboeken. Voor schoolboeken zit veel kleur in. Maar het is dus belangrijk dat de printer dus die kleuren kent. En je gebruikt het dus vooral voor drukwerk. Als je bijvoorbeeld voor digitaal toch voor printen gebruikt, dan komt het er heel anders uit te zien. Ja. Dus daar moet je goed op letten.